super goed geslapen in dit hotel. Dus ik kreeg hier nog even een kop koffie en een doosje erbij. Dus dan gaan we onderweg naar Orans. Even kijken hoe het daar er allemaal uitziet. Hoi hoi. Nou, het zonnetje is weer terug. Daar ben ik super blij om. Ik denk dat hij een dag of acht geen zon heb gehad of zo. Met af en toe buien en dat was eigenlijk. Maar dit is toch wel beter, maar het is wel koud. Dus het is wel onder de 18 graden. Maar dat zonnetje maakt alles goed, helemaal top. Nou, ik ben nu aangekomen in Orans, of Orens, of whatever, geef het de naam. En dat is dan de Capitale de Thermal. Dus ja, dat is van die thermische water en zo. Dus ik ben benieuwd. Ik ga even kijken of ik erin kan of zo. Nou, dit is een veel grotere stad als dat Santiago de Compostela is, eigenlijk. Met veel meer winkels en veel moderner ook. Maar het is nu nog allemaal dicht. Ik ga nou op zoek naar die baden. Volgens mij moet ik dan weer 1,5 kilometer terug. Moet ik weer de rivier over, want gezeik. Maar dat ga ik wel even doen, want dat is wel het leukste in de stad. En ik wil het toch wel even zien. Mijn zwembroek zit er bovenop, zullen we maar zeggen. Jezus. Baden. Ziet er natuurlijk allemaal heel leuk uit. Dus ik ga eens even kijken of het een beetje lekker is. We hebben hier dus even super lekker gebadet, even een half uurtje 60 graden of zo. Dus ja, dat is gewoon geslaagd. Helemaal leuk. Dus verder kan mijn zwembroek kan wel drogen onderweg. Dan ga ik weer gedacht zeggen tegen Orans. Mijn zwembroek ligt te drogen en ik ga er vandoor. Ja, ik sta naar boven op die brug. Kijk. Wow. Is je daar mijn fiets staan beneden? Ja. Dus dan kan ik zo hier een mooi uitzicht op de stad. Dit is net als een thermobad, geheel gratis. Hartstikke leuk. Dan heb je daar de rivier. En aan de andere kant zie je nog zo'n trap, zie je? Dus, ik vind één trap wel genoeg. Ik ga weer terug naar mijn fiets. Mazzel! Komende dagen geen steden meer, dus denk ik doe nog even één keer ondeugend. Tadaa! McPollo salade hebben wij, mayonaise, patat, friet, koffie, Coca-Cola. Ja, ja. Zo, helemaal volgevreten en nou weer onderweg. Dus we zullen zien hoe ver we komen vandaag. Het is in ieder geval mooi weer. Toppie! Ja, hier heeft zo'n leuk fietspad van een aantal kilometer langs het riviertje. Geinig. Ik kom in het volgende dorpje, dat zit gelijk vast aan Orans. En daar is ook weer een soort van feest. Jezus. Oh, benzinepomp. Oh. Vanaf nu ga ik elke benzinepomp filmen die aan buiten werking is gesteld, zeg maar. Die dus gewoon failliet is of zo, weet ik wat. Dus kijk hoeveel ik er tegenkom. Ik denk dat Jezus wint, maar we zullen het zien. Jezus versus benzinepomp. Nou ja, die huisjes steeds. Deze staat er al sinds 1937. Maar deze dus vroeger graan in. Op die paaltjes, die plateautjes, er kon er geen ongedierte bij komen. Dus leuke feitjes, hè. Bakkie zitten. Bikkelen jongen hier zo. Bikkelen. Godverdomme. Berg hier op. Jezus. Jezus!
kijk, direct die fietspaden, jongen. Hoppa. Kan je het een beetje zien? Ja, dat is echt super mooi fietsen hier. Dus, en het zonnetje schijnt helemaal top. Ik heb het echt reuze naar mijn zin. Dus, maar het is, ja, het is al een uur of twee, geloof ik. Zoiets. En het schiet niet heel erg op. Dus, maar ik ga vanavond even wat later doorfietsen. Want ik moet iets sneller gaan als voor Compostela, vind ik. Zodat ik dat Sevilla haal en zo. Jezus! Kijk, een hert. Daar zit hij. Een hert. Pss, pss. Pss, pss. Geweldig, toch? Hoppa. Oh, sneeuw. Snel! Even dat er aan die fucking klim geen einde zou komen, jongen. Ik was helemaal kapot. Maar ik ben weer lekker aan het afdalen. Kijk, ja, dadelijk zie je die de weg ook wel lopen daar zo. Ergens daar, ergens. Of zoiets. Ja, maak het uit. Het is in ieder geval. Hij gaat weer lekker. Dus ik ben alweer bijna beneden. Want, het is altijd hetzelfde, hè? Je bent 3-4 uur helemaal de tering aan het trappen en dan in een half uur ben je beneden. Dus ja, gaan we weer verder. Dat is mooi, man. En mijn fiets is weer omgemieterd. En ik moet nog veel verder omhoog. En het zit heel in de benen. Drinken. Dat is ook echt weer zo'n geweldig dorpje. Hola. Met allemaal van die. Ja, er is eigenlijk helemaal niks. Die leven ook een beetje van die passerende pelgrims. Er staat weer een hertje. Maar dit is een opgesloten hertje. Denk ik. Oh, kijk, kun je hem rennen? Misschien toch ook niet. Ja, het ziet er gewoon allemaal geweldig uit. Vandaag is echt een van de mooiste ritten tot nu toe, al zeg ik het zelf. Wel loerzwaai. Maar echt absoluut prachtig gewoon. Superleuke fietspaden. Goed begaanbaar, geen verkeer. Net dacht ik van die zo, die brug die ligt hoog. Maar nu ben ik ondertussen hoger als dat ding. Dus het is ook al 8 uur 's avonds. Ja, het is wel. Ik hoop dat ik nou bijna boven ben, want ik begin wel een beetje genoeg van te krijgen eigenlijk. Maar het is god aan de beneden, man. Ja, om 7 uur dacht ik van. Nou, dit zal het laatste bochtje wel zijn. En dan zal ik wel boven zijn. Het is nu 8:30. En nou hoop ik echt dat ik nu mijn laatste bochtje heb gehad, hoor. Want en dit is het eerste vlakke stukje wat ik zie, want anders zou ik misschien wel eerder mijn tent neer kunnen mieteren. Maar ja, ik weet niet of ik dat hier ook wel doe, hoor, überhaupt. Want ik rol ik gewoon wat verder naar beneden. Want dit is ook allemaal zo onvlak, of weet je wel. Het is allemaal plus dat ik alleen even wat cakeys heb en zo. Als ik dat moet dan als avondeten heb ik dan van die Madeleine dingen. Nou ja, ik ga liever eventjes. Gewoon een verbiefstukje halen of zo. Net als gisteren, dat was ook zo lekker. Maar het is in ieder geval prachtig allemaal. Prachtig, allemaal prachtig. Jezus! Ik vraag me echt af of hier iemand woont, hoor. Het is echt helemaal verlaten volgens mij. Het is echt bizar. Helemaal niks.
Dus in ieder geval weer lekker afdalen nu. Als het eigenlijk weer omhoog gaat, dan stop ik echt. Daar heb ik geen zin meer in. Dan zeg ik toedeledokie. Mazzeltof. Ik weet niet wie dat is. Jesus? Of... Ah, het is in ieder geval een toffe gast. Hij staat er lekker bij. Een toffe gast. Ja, het begint een beetje te schemeren nou. Ja, dit is mijn pad. Dus ik ga dadelijk een vlak stukje zoeken. Toen ik net zei, als ik weer ga klimmen, dan zet ik hem neer. Dat is volledig mislukt. Het is nu ondertussen 10 uur en de zon gaat onder, maar dan zie je wel. Dus daar aan die kant heb je dat. En dan aan die kant heb je dat. Ja. Dus, maar ja, het waait hier vet hard en het is helemaal niks vlak. En hier hebben we gelijk langs de kant van de weg, dat is irritant. En dit is alleen maar rots hier. Ja, kijk al. Daar is die riggel van net, daar op de weg. Daar ben ik hier afgegaan. Dit is een beetje zo'n. Die heb ik mijn tent neergezet. Hier is veel minder wind. En ze zien me vanaf de weg, zien ze me niet, als ze er niet op letten in ieder geval. Dus ik zet hier, leg daar mijn fiets even plat. En dan, nou. Kijk, even een stukje doen. Doei.